take a look. Like, there's a Diplodocus! Hallo mensen, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Ark Survival Evolved. Wat is er met zo'n hand? Op de eiland, alleen op de map eiland. Gewoon de normale, standaard. Ja, oké. Maar dit is gewoon de island map. Maar ja, zoals jullie zien, onze base is heel veel veranderd. Zeker die twee boten daar in de achtergrond. Op de maar dus, ja, wat wou ik zeggen? Na de aflevering die ik heb gemaakt ervoor met onze hoop starts, heb ik even niet meer opgenomen. En heb ik onze base wat verbeterd. Jessen heeft dan ook veel beesten getemd. Ik ga ze wel niet allemaal de rondleiding geven. Ah, je zit op de tent, pardon. Maar ik wil één ding zeggen. Mensen die zeggen dat ik dat heb ingetweet. Nee, ik heb dat als een baby getemd. Ik heb een mod dat je wilde baby's kunt vinden. En die zijn wel makkelijker te temmen omdat ze gewoon van u wegvluchten in plaats van u. In plaats van u achterna te temmen. Angelo, geen tyrannosaurus, hè. We hebben een ander plannetje voor het. Maar de rondleiding ga ik misschien later doen. Maar het plan was voor vandaag om een... Kom terug, hè. Het plan was voor vandaag om een Allosaurus te temmen. Ik weet niet of jullie dat kennen, een Allosaurus, maar dat is... Een valt mee beest die graag in groepen zit. Maar ik wil. Ja, dat is een vleesie. Ah. Ik wil gewoon er één temmen zodat we een betere, sterkere verdediging hebben voor ons beest. Want oké, okay, ja, we hebben die twee sauropoden en deze jongen hier, maar dat zijn letterlijk de enige samen met die eigenlijk sterk zijn voor het bazen. En dat zijn trouwens Androsaurus. Ik vind dat wel een handig beest omdat die vrij snel lopen. Ik ga later misschien een mutatievideo met deze. Maar wat hebben wij dus nodig om een Allosaurus te temmen? Kibbel. Ik heb al twee kibbel in mijn inventory zitten. En een Allosaurus zadel. Dat ga ik nu maken. Hallo. Ja, ik ga even de lijst laten staan voor wat ik er nodig heb. Ik heb denk ik na dit niet meer genoeg frames meer voor een Allosaurus. Heb jij nog leer, Angelo, toevallig? Ja. Ja, oké, dat is handig voor jou. Ik ga even leer halen. Of heb jij al leer, Angelo? Want ik heb hier ook nog eens mijn zelfs. Oké, ik ga leer even halen van mijn andere sharkers. Of van dat beest daar. De Ranodon zit nog altijd weg te vliegen, hè. Maar boh, ik ga misschien meerdere alles zelfs maken. Kijk, ik heb al brusjes voor. Kijk, ik heb 1000. Wat? Wat is er? Je brug op dat voor mijn neus. Oh, kak. Ah. Komt hij naar onze beest dicht? Nee. Waarom gaan die vissen allemaal naar die boot? Niemand mag naar de boot. Niemand. Ja, laat dat. Maar dat is niet voor vandaag. Hallo. Deze zit hier vast in een beest. Maar, dus ik kan nog een Allosaurus zadel maken, want waarschijnlijk gaan we er meer dan 2 temmen. Dus, het plan dat was Allosaurus. Ik weet niet of jullie de beest was schoon vinden. Hier heb ik wel even aan zitten werken. Het schone hieraan is, ik weet niet of dat schoon is. Ja, ik heb hier een warmap. En een Dilophosaurus pen. Altijd een cirkeltje. Maar, dus, heb jij pijlen, Angelo? Heb jij kruisboog? Ik heb niks. Oh, kom dan mee, ik kan een kruisboog voor je maken. Ik ga voor een Allosaurus om die vol echt goed te temmen met volledige revels is een Spinosaurus. Oh, gewoon trokken. Gewoon trokken. Narcotics, ik heb nu wel niet veel. Pijlen, zeker. En een Allosaurus zadel, maar die zit nog in dingen. Moet je die pijlen en Je moet die pijlen richten naar het kruisboog. Dat is. Ik heb nog extra harnas en al. Ja, dat is voor de dingen. Dat werkt zoals ik ga op potten. Zet op kruisboog? Ja, op kruisboog zetten. En ik pak er nog wat Wat dat is. En ze zeggen dat ze vooral spawnen. Wacht, oh mijn jongen, het schijnt hier aan. Rond 40-40 bij die berg daar. Naast het ijsbiom. Het plan was dus om met een Pteranodon daar naartoe te vliegen. Aangezien de vorige keer toen we het al probeerden dat er een paar van deze jongens zijn gestorven. Omdat de reis te gevaarlijk was. Dus ik wacht even tot de Angel klaar is en dan zien jullie wel wanneer we bij de berg zijn. We zijn even terug. We zijn nu in de... Angel, vind je mij? We zijn nu in de Redwoods. Ik vind dit persoonlijk een van de mooiste biomes, maar het is een van de gevaarlijkste. Want ik weet niet of jullie het zien, hier zit al direct... Waar is die Kargar?
was hier de Carcharodontosaurus. Maar hier zitten heel veel roofdieren. En dan ook echt zot veel. Kijk, ik zie daar al een groep Concavenators. Ja, en hier zitten ook de Kilio's, denk ik. Die daar in bomen naar u springen, dat is raar. Maar het voordeel is wel, hier zitten heel veel planteneters. Die daar, ik zie een brachio, denk ik. Dan in. En dieploos. Maar oké, okay, dat was niet het plan voor vandaag. We gaan. Oh, het spel lekt. We gaan allosaurussen zoeken. Dat was het plan voor vandaag. En die leven vooral daar bij de bergen. Allee, daar spawnen ze toch. Ze leven vrijwel bijna over heel de map. Zo echt, letterlijk over heel de map. Maar bij die bergen spawnen ze het vaakst. En ik hoop dat we een degelijke level 240 vinden. Dat zou handig zijn. En zo, we gaan naar boven, niet naar de. Oké, mensen, we zijn terug. En we hebben een degelijke allosaurus gevonden. Daar, Anjo, boven blijven. Oké, het is wel. Het zijn er twee, denk ik. Ik denk dat ze in elkaar vastzitten. Eén is level 136 en het andere. Maar het zijn niet de alfa. Ziet ze hier neer? Oh nee, ik zie hier echt achter. Kijk. Nee, ze. Het zijn precies wat kinderen van elkaar. Allee, familie van elkaar, want ze hebben dezelfde kleur. Even kijken wat. Even kijken welke gevaren hier allemaal leven. In rechts. Rex level 32, dat moet niet echt zo gevaarlijk zijn. Oké, okay, we moeten een val maken voor de allosaurus om erin te vallen. Definitie van valstrik. Oké, okay, we moeten wel even het gebied clearen van vijanden. Ik denk dat al het gevaar weg is. Waar gaan we de beest maken? Ik ga even als een robane staan. Oké, okay, zie jij gevaarlijks? Dan kan ik nu even het trap. Waarom heb je een vlammen? Ik weet niet. Ik heb ook misschien niet zo'n warme. Oké, okay. Het geluk. Allee, het zou geluk zijn, maar ook een beetje pech. Als de allosaurus in elkaar geglitcht zijn, dat zou nog beter zijn. En zo gaat een beetje aan de kant. Die allos zijn daarboven. Oké, okay, dit is de trap. Ik moet alleen nog muren nodig hebben. Heb jij me genoeg hout of zo? Oh nee, ik heb het op. Muur. Onderweg! Wacht, Anjo, ik wil het eens uittesten. Schiet eens op die allosaurus. Met de pijl. Of schiet er gewoon eens op. Ik kan zien dat die in elkaar vastgeklitst zitten. Oh, maar die Vesselo zoetjes is echt kut. Hoeveel AP heeft de Vesselo? 9 op, we kunnen die doden, man. Vesselo zoetjes, wat is die? Oh man, die ook dat ding doet veel damage. Holy. Oh, Vesselo. Ja, maar dat ding heeft die 900 AP, dat is niet eigenlijk zo gevaarlijk. Oh, dat ding. Ja, het is geen Alpha. Vesselo! Het ding heeft nog maar 117 AP. Van ijs dood. Dood die arend! We hebben echt. Oh man, kak, die T-Rex is in de buurt. Maar dus, we waren wel even bezig met het gebied waar we de allosaurussen zouden hebben. Alle vijanden zo waren aan het doden. Maar toen hadden we alle vijanden doden en het gebied veilig was, gebeurde er dit. Daar. Oké, okay, ik ga die level 8 ook op. Nee, 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 nee! Nee! Nou! Waar zijn die allosaurussen naartoe gegaan? Die verdwenen ineens! Zeg niet dat die net is gediept. Wat? Oh, die aard. Oh, kom op. Ja, mensen. Ik denk dat ze net gedespawned zijn. Godver. Ja, ik zie jullie terug wanneer we een nieuwe allosaurus vinden. Godver, dat sukt. Ja, dus toen hebben we eindelijk de allosaurussen begonnen neer te halen met trengaro's. Is er op een of andere reden, toen we naar mijn Tyrannodon aanval, zijn gedespawned. Ja. We waren dus al wel even al aan het zoeken, 30 minuten of zo, totdat we eindelijk een max level allosaurus vonden. Oké, okay, mensen, we zijn terug van de kijk, dingen. Kijk, je houdt mij aan, wacht. En we hebben max level allosaurus gevonden. Dat is een allo. Dat is een allo. We hebben max level allosaurus gevonden, maar ik weet niet dat hij gaat winnen, want hij zit te vechten tegen zo'n dat ding. Allosaurus is wel direct low, hè. Ah nee, die heeft 300 AP. Ik ga onze dingen even verder bouwen. Ik zie jullie wel terug wanneer onze trap af is. Ik ga de ramp al maken voor de Allosaurus om erin te vallen. Eens kijken wat hij daarmee connecteert. Ja. Dus dit is wat je eigenlijk wilt doen om een Allosaurus te temmen. Hij moet er gewoon... Je moet zorgen dat die Allosaurus u volgt en op de ramp naar beneden gaat. En dan raakt hij er niet. Het kan wel zijn dat Allosaurus het hek probeert kapot te bijten en dat hij dan is ontsnapt. En dan heb je pech. Dus daarom... dat ik pech heb. Ah, Carcharodonto! Carcharodonto! Wat? Wat ben je een Carcharodonto? Wat? Ik heb een Carcharodonto! Is die aan het vechten tegen... Oh nee, kom op! Als je een vijand uitkiest, waarom pakt hij een Carchar? Die
Nee, hij is tegen de Kargar aan het vechten. Al wel dat die Kargarodonto heel laag in level is. Ik kan je mee helpen. Jonge Kargar moet niet... Nee! Lompem. Oh, laat die even... Oh mijn god, weg, weg, weg van die Kargar. Serieus? Ja mensen, we zien jullie terug wanneer er een nieuwe Allosaurus is. Oh, echt een vijand die je uitkiest is per se. Ja. We zien jullie... Oh ja, alles. Alsof onze dag nog niet veel erger kan worden, is natuurlijk de max level Allosaurus die we hebben gevonden, gedood door een Kargarodontosaurus. Ja. Pijnlijk. Oké, mensen. Oké, wacht even. Mensen, we hebben een nieuwe Allosaurus gevonden. Ik weet niet waarom dat hij zegt 216. En dat max level is. Maar normaal is de max level hier 240, zoals je daarnet zegt. Maar dat is ons alles uit. Angelo, leid hem in het kot, oké? Leid hem in de kooi. Volg mij, lompe mogol. Kom aan, kom aan. Zeg alsjeblieft dat hij erin gaat trappen. Oh nee, maar kom op, hij gaat naar die... Wegwezen, jij. Val mijn allosaurus niet aan. Kom op, lompe. Ah, oké, de camera is dood. Oh, what the fridge, maar mijn ballen, jong. Ja, gaat hij... Nee, net niet. Godver. Hallo, kom op. Volg mij. Oh nee, hij is even het vlees aan het eten, dat is goed. Oké, kom op. Hallo, Mongolen. Ah, chips. Oh, chips. Oh, chips. Ja, hij zit vast, hij zit vast. Ja. Even die schorpioen doden. God, blijf van mij! Oké, alles af zit vast, Anjo, je kunt beginnen schieten. Oh, eindelijk! Hoe lang duurde dat voordat we een Allosaurus hadden? Schiet hem neer, Angelo. Oké, ik ben de Allosaurus aan het neerschieten. Oeh, oh, wauw. Het is best dat je gewoon op zijn kop mikt. Oh, maar stop met bewegen, lopen. Ik zit ergens vast in een glitch, dat is normaal. Allee, joh. Oh, maar ik ben Mongolisch in het mikken, hè. Sta gewoon stil. Oké, okay, Angel, lekker. Je hit hem. Maar echt, als ik op zijn kop probeer te hitten, dan gaat hij altijd... Voilà, dat is beter. Oké, okay, sta stil voor een paar seconden, dat is handig. Oh, wow, wow, wow. Maar, ah, oh, sta stil voor een moment. Maar, ah, oh, man, dat ding wil niet stoppen met bewegen. Je gaat dood. Allee, je wordt van ons. Wacht, ik heb hem get terug. Allee, Angel, schiet erop. Allosaurus vind ik trouwens een van de mooiste beesten in Ark. Voor het geval, Spinosaurus vind ik wel het graafste, maar ik vind die in Ark een beetje minder. Het zou graver zijn als ze zoals Allosaurus hier een beetje cooler heeft gedaan. Zijn er geen vijanden in de buurt? Kom op. Oh, ik heb hem nog get. Of was Angelo? Kan Angelo zijn. A few moments later. Nog één schot, denk ik. Nog één schot. Lekker! We hebben hem! Mensen, we hebben hem genokt. We hebben hem genokt, man. Oh, man. Ja, ik heb... Een Allosaurus eet graag superieur kibbel. Maakt niet uit van welke. Allee, gaat de muziek nu stoppen? Waar was het met die handen? Die waren aan het vechten. Waar zijn die nu? Ik weet niet. Mijn superieure kibbel. Daar zijn ze. Oké, Angelo, we moeten nu wel dingen maken om de Allosaurus te beschermen tegen andere roofdieren. Wacht even. Dus die kippen ding? Ah, nee, ik heb die kibbel al. Ik heb die kibbel al gegeven. Kom op! Onze dam, hè? Is dat getemd? Nee, nog niet, hij is nog bezig. Ik kan het ook. Geef hem dan wel kibbel, hè? Ik ga even al wat zoeken waar we nodig voor op spiesmuurtjes. Maar een lusje op vlees? Nee, maar het beste om zijn level omhoog te doen is spies, wat ik had gemaakt. Maar een lusje op vlees, hè? Dat denk ik. Heb jij nog leer, Angel, toevallig? Even kijken, zijn inventory op haar. Oh, die is ook hier dood. Nee. Ja, ik ga hier even leer halen. We zijn terug. De Allosaurus is getemd. Zij is level 123. Angel, wil je even... Zij is level 123, jeetje mina. Oké, haar... Trengt. Oké, ze heeft 10.000 HP. Ik ga haar even al een zadel geven.
Nee, doet 467 damage. Dat is heel belangrijk. Ga maar eens uittesten. Ik zit hier al zo. Oh, maar ze is vast. Ga eens uittesten. Oh, 172. 62. En dat is gewoon een level beest. Maar ik ben even deze aan het mollen. Oké, ze is getemd. Lekker beestje. Als jullie de naam weten in de comments, zeg het dan, hè. Here we go, take a look. There's a Diplodocus! Oké, mensen, we zijn bijna bij base nu. Dus we gaan eens testen, want wat dan? Ja, oké, Enzo gaat naar Dillos zoeken, maar we hebben al een Allosaurus in het begin al gedempt, maar die video was een beetje mislukt. Dus we gaan eens zien, hè. Oké, ik ga hem even landen bij het landingsplaatsje. Dillos zoeken. Hier ongeveer. Dillos zoeken. Zijn veilig puppies. Oké, even kijken. Ik ga mijn pijlenboog dan hierna fixen. Maar bon. Dit was een lang avontuur eigenlijk wel. En al zeker een uur aan het opnemen. Gewoon omdat we geen Allosaurus vonden. Maar... Oké, ik ga even die Allosaurus Beauty plaatsen. Dit is een vrouwtje, dus we kunnen eigenlijk al beginnen muteren. Maar het is... Voilà, hier, we hebben het vrouwtje gestemd. Ik ga even de andere halen. Ik heb die expres wat verder weggezet. Oké, dus dit is onze andere Allosaurus. Dus die is duidelijk wel lager level, maar ik vind die schoon. Die heeft zo'n rode stekels. Maar boh, die zijn... Kijk hoeveel damage... Zie je, ze doet nu 533. En... Ik ga die al wat upgraden. Ze is duidelijk al wat sterker, maar ik kan wel eens testen hoe ze zijn. Want als ik deze nu doe... Dat kan ik ook brullen. Man, dat is echt mistig hier. Ik ga eens zien hoe ze zijn. Oké, laten we eens kijken. Daar hebben we een beest. Een tech parasaur, dus handig dat we hebben materiaals nodig. Eens zien hoeveel damage ze doen. 5. Oh, 300. 300 en een klets, oké. Hier hebben we een, even Bardodo's, even allemaal uitmoden. Die dodo's. Kan je alles gewoon in de buurt doden. Dat babytje ook. Ook al is die hoger level. Het is wel veel damage, hè. Maar ik denk dat dit het voor vandaag is. Ik zie jullie de volgende keer. Oké, ik zal het doen allemaal. Ik zie jullie in de volgende aflevering. Waarschijnlijk gaan we Spinosaurus stemmen, maar... Ik zie jullie tot dan, hè. Peace. Oh, peace. Wat is dat voor eindiging? Nee. Ander einde. Oké, mensen. Ik zie jullie waarschijnlijk in de volgende aflevering. Dan gaan we een Spinosaurus proberen te stemmen. En tot dan, hè. Dag, hè.